Op nummer 3 zou ik zetten Merry Christmas, Mr. Lawrence. De soundtrack is gecomponeerd door Ryuichi Sakamoto. Dat was op dat moment al een popster in Japan. En hij maakte zijn eerste muziek bij een prachtige film. Die gaat over een jappenkamp. Hij speelt zelf de hoofdrol met David Bowie. David Bowie als de gevangene in dat kamp. Als ik die muziek hoor, denk ik ook gelijk eigenlijk terug aan de pijn van die mensen in dat kamp. En die ontzettend gewelddadige officier die daar de leiding had. Soms roept de muziek ook de herinnering op wanneer je een film gezien hebt. Nou, dit was in 1993. De film won de Gouden Palm tijdens het filmfestival van Cannes. Holly Hunter speelt de hoofdrol. Jane Campion was de regisseur. En de film heette The Piano. Het gaat over een vrouw, doofstom, en ze weet toch hoe ze de piano moet spelen. Michael Nieman heeft daar de muziek voor gemaakt en dat lijkt bijna een sonate. Het lijkt bijna alsof Chopin meegecomponeerd heeft, maar dat is niet zo. Het is een prachtig werk waar heel veel gevoel in zit. Ik vind het echt heel erg mooi. Ja, de nummer 1 voor mij is een soundtrack gecomponeerd door Ennio Morricone. Het is niet het cliché om nu Once Upon a Time in the West te laten horen. Want Morricone heeft zo ontzettend veel mooie soundtracks gemaakt. Maar wat mij betreft zijn allermooiste is die van The Mission. Een film met Jeremy Irons en Robert De Niro in de hoofdrol. Speelt zich af in Zuid-Amerika. Daar zien we een groep priesters die het opnemen voor indianen die daar bedreigd worden. Omdat het zeg maar een soort van katholieke achtergrond is, lijkt het een mis. Het heeft grote koren met groot orkest. En dan dat terugkerende thema wat je direct in een filmsfeer brengt. Eigenlijk de ultieme soundtrack. En het mooie is dat in de film wordt dat zo genuanceerd gebruikt dat je eigenlijk moet wachten bij de eindtitels om het hele werk te horen. En ja, ik geef hier eigenlijk mee aan dat Morricone gewoon de beste is van allemaal.